In de voetbalfabriek in Almere ontvangen wij iedere week twee oud-voetballers. We spelen minigames en blikken samen terug op hun carrières. Met vandaag te gast Jeroen Heubach en Ramon Zomer. Jeroen Heubach speelde ongeveer zijn hele carrière voor FC Twente, maar maakte korte uitstapjes naar MVV en NEC, waar hij zijn carrière afsloot. Ramon Zomer speelde voor FC Twente, NEC, SC Heerenveen en beëindigde zijn carrière bij Heracles Almelo. Ramon won in 2006 het EK met Jong Oranje. Jongens, anderhalf uur vanuit het oosten. Ja. Jullie zijn, hè? Hoe kennen jullie elkaar? Waar wij elkaar van kennen, ik weet nog dat ik in de kleedkamer op mijn 19e kwam bij Twente. En daar ken ik Jeroen van en ik weet dat Jeroen altijd heel streng voor zich uitkeek. En als je wat vroeg aan Jeroen, en Jeroen was nog wel van de hiërarchie. Dus als je als jonge jongen wat zei, dan keek hij een keer aan met van die felle blauwe ogen en dan kroop je weer in een hoekje. Hoor je dat vaak, hè? Maar dat hoort erbij. Als je als jong knaapje in die tijd dat ik voetbalde, als jong knaapje bij het eerste kwam, ja, dan moet je op je beurt wachten. Is de huidige voetbalwereld niks meer voor jou, waarin die hiërarchie is verdwenen? Ja, maar ik denk ook niet met de VAR. Dat denk ik ook niet. En waarom was de VAR niks voor jou? Nou, ik ben geen jongen die er rustig in gaat, zeg maar. Ik heb misschien iets minder wedstrijden gespeeld. Wat is het mooiste moment uit je carrière? Ja, ik denk wel de bekerfinale, wat we gewonnen hebben tegen PSV. Dat is wel een van mijn mooiste momenten, denk ik, ja. En natuurlijk, ja, ik heb voorronde Champions League gespeeld, Arsenal uit. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Je mag één moment, hè, Jeroen? Wat zeg je? Je mag één moment, hè? Zo'n carrière. Nee, maar dat is toch één. Ik zal mijn mond houden, dan gaan we door naar Ramon. Wie speelde er bij Arsenal die je tegen ze speelde? Walcott. Maar in de rust werd gewisseld. Dus, oh, Walcott. Ja, in de rust werd gewisseld. En. Waarom dan? Ja, omdat ik 45 minuten achter op de brommer heb gezeten. En wij zaten op die bank keihard te lachen. Maar het was Heubach tegen Walcott. En voor mij ging er zelfs aan spreken en daar ook over voor mij. En ik weet dat hij in de rust in de kleedkamer kwam met zo'n rode boei. En hij zei, die jongen die is niet op de brommer, maar die is op de motor. Er zijn toch geen die er ook af. Dus ik moet eerlijk zeggen, toen zat ik op de bank, toen dacht ik ook van, nou, laat mij vandaag maar lekker zitten. Wat is de beste speler tegen wie jij hebt gespeeld? Ja, ik denk met Twente tegen Ibrahimovic, toen hij bij Ajax zat. En daar weet ik nog wel dat je probeerde een duel aan te gaan, maar dat je toch het gevoel had dat hoe hard je ook duwde, dat hij toch wel bleef staan. Dus dat was wel frustrerend. En dan zat Jeroen te lachen op de bank om jou? Ja, dat waarschijnlijk wel, ja. Ik lach nog steeds. Wat is je domste aankoop ooit? Ik vind dat nog steeds geen domme aankoop, hoor. Maar daar zat je in een slechte periode. Of dan zat je veel op de bank en je voelde je een beetje neerslachtig natuurlijk omdat je niet speelde. En dan ging je vaak op dat soort momenten ging je dingen kopen om een beetje een goed gevoel te krijgen. Dus ik heb ooit een Porsche Cabrio gekocht. Ben ik wel benieuwd wat Jeroen heeft gekocht na die wedstrijd tegen Walcott. Ja, dat... Loopband. Wat is voetbalhumor? Nou, Ralf Speerstra, dat was ooit een fysiotherapeut van ons. We gooien ook een keer van een afstandje. Pepernoot bij Ralf op de kop. Maar ja, als je weet één ding, als je voetballer bent, moet je daar niet kwaad aan worden. Maar als je daar kwaad aan wordt, dan heb je een probleem natuurlijk. Dus hij werd echt kwaad. Nou ja, dan is het veel leuker om die jongen nog veel kwaader te maken. Dus en dat werd natuurlijk zo opgepakt. En een week later hadden we aan ik weet niet hoeveel kilo's pepernoten gekocht. En Ralf die komt op een dag terug naar zijn auto. En die hele auto van hem die ligt tot nok toe vol met pepernoten. Ik weet niet hoeveel kilo dat was. Dus en die vond een paar maanden later nog steeds uit zijn ventilatieroosters kwamen nog steeds kruimels met pepernoten tevoorschijn. Van welk moment uit je carrière heb je het meeste spijt? Ik heb toen op dat moment, het jaar dat Twente kampioen werd, ben ik de laatste paar maanden bij NEC gevoetbald. Maar ja, als ik achteraf wist dat Twente kampioen zou worden, dan was ik mooi lekker op het tribunetje blijven zitten. Dan heb ik alles, ja. Maar ja, dat zijn keuzes die je maakt. Het ligt bij jou natuurlijk extra gevoelig omdat jij van jongs af aan al Twente supporter bent en daar het grootste deel van je carrière ook nog hebt gespeeld. Ja, dat klopt. En kijk, ik was de eerste half jaar er ook nog bij en ja. Zijn met de winterstop ben ik weggegaan. Dus net geen landskampioen op je... Half. Maar eigenlijk heb ik wel alles meegemaakt, alle feestjes, dus dat is wel leuk. Gaan we even kijken hoe jullie nog kunnen voetballen. Oké, jongens, spelen tot de 3. De winnaar trapt af en de verliezer krijgt het oortje van de ander. Zeg ik toch, ik ging toch rat, jongen? Ja, ik ging schaduw. Ik heb hem eerst... nieuw, nou, ik doe schaar. Nee. Hop, de ballen hier. De ballen hier. Nee, ik doe niet meer.
Hé, hey. Ondergrens, hè? Kom maar, ga je koppen, ja? Ga maar niet kapot maken. Hé, hey, ga je koppen. Nee. Oep. Ik heb je liggen, jongen. Hop, rustig. Oh! Ja, ja, 2-0. Hoppa. Kom op, Daan. Kan nog makkelijk, kan nog makkelijk. Kom maar, jongen, kom maar. Praatjes vullen, giga. Hallo, praatjes vullen, gigaatjes. Hoppa! Nou, wat is. Ja, man! Lekker! 2-2. Nee, 2 punten verschil, toch? Nee. Het is matchpoint. Druk aan de andere kant leggen! Mooi! 3-2! Had meer geïnteresseerd. Leuk potje, hè? Je verloor toch? Ik denk als dat gebeurd is, dan nog niet over. Oh, gefeliciteerd, joh. Ja, dankjewel. Ah, heerlijk, man. Ik heb bij jou doen. Ramon, eerste potje was voor jou. Oortje gewonnen. Nu spelen voor Kontje Knal. Je krijgt allebei 1 poging. Degene die het hardste schiet, schiet Kontje op de ander. Klaar maken. Nou snap ik het. Klaar maken, dat moet je nooit doen. Schiet die bal over. Nou ja, Jeroen. Ik denk toch wel dat het een lastige score is om overheen te gaan, Jeroen. Ja, dat heb ik al. Dat denk ik ook. Ik denk dat dit de finale klapbal is geweest. Ik geef jou dat latje straks af. Ja, maar dat latje ben ik sowieso beter in. Ja, dat weten we nog niet. Hou je mond nou eens even. Doe je best, jongen. Ja. Kwaad maken, hè? Oei, oei! Ramon, met je 109 km per uur dacht jij er al te zijn. Ja. En Jeroen, toen kwam jij met 111. Ja, ja, dus mag je hem met 111 km per uur op zijn kont knallen. Vanaf 5 meter, toch? Ja. Nee, vanaf hier, toch? Nee, hier tussenin is het. Nee, 5 meter. Stel je voor dat ik je niet raak. Hé, hey, geluk. Nee, maar je raakt me ook niet. Ja, je hebt nog nooit wat geraakt, dus... Even concentratie. Nou, kom maar, Tak. Hop, kom op, hè, doe je best. Die was wel raak. Gefeliciteerd, jongen. Die was goed raak? Ja, die was goed raak, ja. Het is de eerste keer dat hij wat geraakt heeft. Ja, ik heb het spel hiervoor ook gewonnen. Oh, ja. Ga nu kijken wie het eerste latje raakt. Ja. En de verliezer die gaat 20 rondjes draaien en dan de bal in de goal schieten. Ai. Ja, jammer. Bijna. Het is niet makkelijk, Jeroen. Nee, weet ik. Zet hem op, jongen. Ja, even mond houden. Gaat niet goed, denk ik, hoor, dit. Nee, dat gaat niet goed. Gefeliciteerd, Jeroen. Stomme, ik ben mijn hele dag gegaan. Gefeliciteerd, jongen. Ja, sorry. Ik ga gauw rondjes lopen nou. Het is gewoon van die grote rondjes. Je hebt hem, zoals we hebben gezien, verloren. Ja. Dus nu zien we jou graag 20 rondjes draaien zo. Ja. En dan een aanloopje naar de bal. In de goal. Ja, ik ga mijn best doen. Ja, ik baal er wel van, Jeroen. Ik baal ervan, hoor. Maar, Wil je herkansen? Ja, gaan we? Mag ik beginnen? Ja, kom op. Herkansen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, ja. Mooi. Oei. Ah! Kom, ik dacht een oude man in één keer. Kom, een beetje zoals jou, Jeroen. Top. Mooi, man. Wat leuk.